Leden van de bond bij Telesuur, de communicatiewerknemersorganisatie Suriname, CWOS, hebben vandaag hun stem uitgebracht op een kandidaatbestuur. 2 kandidaatvoorzitters en 20 kandidaatbestuursleden hebben zich verkiesbaar gesteld om zo leiding te kunnen geven aan het bestuur van de vakorganisatie. De stemming is vanmorgen in Nikeri begonnen en is voortgezet in Paramaribo. De huidige voorzitter van de CWOS, Wilfried Meijer, zegt dat de stemming in Nikeri vlot is verlopen. Van de 36 leden hebben 34 hun stem uitgebracht. Meijer stelt zich niet herkieswaar. Wij vroegen hem waarom. Nieuwing, verjonging, verandering moet komen, altijd. Je begint aan een taak, een functie, een loopbaan. En op een gegeven moment moet er ook een... Je moet weten dat er een punt achter gezet moet worden op een gegeven moment. En ik heb voor mezelf besloten dat op dit moment dat punt bereikt is. En nu zijn er 2 lijsten. Of er zijn 2 kandidaatvoorzitters met daaronder bestuursleden. Als u zo naar ze kijkt, dan zegt u wat over deze kandidaatvoorzitter? Nou, het hangt er vanaf wat u bedoelt met wat. Wat zegt u van beide? Ja, dus laat me dat zo zeggen. Het zijn allemaal Telesuur-medewerkers, dat is 1. Het zijn allemaal mensen die zich op een bepaald moment geroepen voelen om naar voren te treden. Om iets te doen voor hun collega's. Wat ik hoop is dat de leden van de bond de juiste mensen selecteren, kiezen om bij elkaar te komen om dat werk voort te zetten. Als ik zo naar u luister, dan gaat u niet voor 1 lijst. Nee, omdat de statuten dat niet toestaan. Vandaar dat we erop willen aandringen om daaraan te werken. Wij hebben het in deze periode niet kunnen doen. Maar de statuten spreken over individuele kandidaten die zich beschikbaar stellen voor de verkiezing. En geen lijsten. Waardoor je voorzichtig moet blijven. Want als een lid zou opkomen en zeggen, ja, maar dat is tegen de statuten, dan zou je een probleem kunnen hebben. En we willen geen problemen. Tenminste, we willen ze voorkomen. Vandaar dat de lijst dit keer ook anders is ingericht dan de vorige stemming. De lijst is dit keer in alfabetische volgorde van alle 20 personen die gekwalificeerd zijn, dus voldoen aan de voorwaarden om mee te doen aan de verkiezing voor een functie in het bestuur. Hoe waren de voorbereidingen? Het was heel druk. Ik heb een week lang mijn gezin moeten verwaarlozen, alleen om dit voor elkaar te krijgen. Maar het is tot nu toe gelukt. Als ik zo kijk naar buiten, dan mag ik heel tevreden zijn. Omdat we al, als ik een schatting mag maken, zitten we al boven de 200 leden die tot nu toe stemmen hebben uitgebracht. Dus ik heb er geen spijt van. En hoeveel stemgerechtigde leden kent Telesuur? De leden 656 in totaal. Ja. En de verwachting is dat nagenoeg allemaal hun stem zullen uitbrengen? Ja, dat verwachten we sowieso. En het lijkt er wel op. En de 2 kandidaatbesturen, hoe staan zij tegenover elkaar? Nou, ze zijn vrienden, ze zijn collega's. En ik denk dat beide weten dat er een verliezer zou zijn en een winnaar. Maar ik denk wel dat, ondanks het resultaat, dat het zal gaan. En ik denk dat we als collega door moeten. Astra Clydes Deel Sibeda, voorzitter van de verkiezingscommissie en daarvoor CWOS-voorzitter Meijer. Wij spraken ook de 2 kandidaatvoorzitters Harvey Panka en Kenneth Welzijn. Wij vroegen als eerst naar hun verwachtingen. Omdat die mensen je toch die power hebben gegeven. Mensen appen je, mensen geven je die power. Dus maar je hebt toch wel, ik zal niet zeggen, je blijft toch wel realistisch. Laat me het zo zeggen. Ik zeg altijd, may the best man win. De beste die het beste heeft met de werknemers, met deze vakorganisatie, laat hij of zij, eigenlijk zijn er 2 kandidaatvoorzitters, maar laat dat bestuur het gaan doen. Maar nu hoor ik hier, ik heb met enkele mensen gesproken en zij geven aan dat er een samenwerking moet zijn en dat mensen dus niet voor 1 lijst moeten stemmen. Ik heb die mensen ook uitgelegd. Ga geen moxalisie koken. De statuten laten toevallig die mogelijkheid open. Maar het is goed
wanneer je begint met een bestuursjaar met 11 of 10 gelijkgerichte mensen. We hebben geen tijd te gaan verliezen om plannen en zaken weer op een rail te krijgen. Is lasting. We zijn al bij elkaar gelijkgericht. Laten wij direct beginnen met het werk. Het werk is nu. Ik denk dat de mensen op basis van een duidelijke boodschap een keus moeten maken. Maar wat verwacht u aan het eind van de dag? Op wie zullen de telezuurders hun stem uitbrengen? Je stelt een kandidaat om natuurlijk als winnaar uit de bus te komen. En dat is wat wij verwachten, dat sowieso de lijst die is ingediend, waar ik de aanvoering bij heb, dat die lijst als winnaar uit de bus komt. En nu heb ik met enkele telezuurders gesproken. Zij praten over een samenwerking. Dus niet één lijst moet gekozen worden, maar samen. Nou, daar ben ik voorstander van. Ik denk dat het u bekend is dat bij de vorige verkiezingen er ook 2 lijsten waren. En dat uit beide groepen er mensen gekozen zijn geworden toen. En ik mag zeggen dat ik degene ben die ervoor gezorgd heeft dat beide groepen bij elkaar zijn gekomen. Dus mocht het nu gebeuren, dan ga ik me ook sterk voor maken dat beide groepen op een normale manier verder samenwerken. De kandidaatsvoorzitters Harvey Panka en Kenneth Welzijn. De CWOS-leden hadden tot vanmiddag 5 uur de gelegenheid om hun stem uit te brengen. De telling is, als alles goed zit, daarnet begonnen. En de verwachting is dat tegen 10 uur vanavond bekend zal zijn wie de voorzitter van de CWOS is geworden en welke 10 bestuursleden ook gekozen zijn. De hele verkiezingsprocedure werd op de voet gevolgd door een waarnemer van de moederorganisatie van de CWOS, de Moederbond.